Kom hier. Kom. Mine it. Mine it. Kom op, mine it. Maar doe het. Doe het. Dit is genoeg. Oké, kippetjes, let's go. Iedereen is in de chat. Ik ben klaar. Ik ga nog door. Jongens. Yo, beste kijkers, het heel gevraagd. Hier ben ik weer, de kerstman, met een nieuwe video. En natuurlijk ben ik de kerstman niet. Oké, dat was echt totaal niet grappig. Maar vandaag hebben we een nieuwe video waar heel veel mensen op zaten te wachten. We gaan namelijk lekker hackers trollen op de play.veelgevraagd.nl server. Want het schijnt zo te zijn dat op KitPVP nog af en toe wel eens wat hackers zitten. Ik heb voor deze video een paar leuke dingetjes bedacht die ik ga uitvoeren. Maar eerst moeten we natuurlijk een hacker vinden, dus laten we gewoon gelijk gaan zoeken. Oh ja, voordat we gaan beginnen wil ik jullie even vragen om op de like-knop te drukken. Want het schijnt zo te zijn dat YouTube bugt of zo. En dat die knop niet helemaal werkt, weet je. Probeer gewoon op die like-knop te drukken en kijken of die werkt. Wow, even tussendoor. Het schijnt dus echt zo te zijn dat er een zieke bug is binnen YouTube. En dat je als je heel veel likes krijgt, je video op trending en zo kan komen. En als je niet heel veel likes krijgt, dat het allemaal helemaal fout kan gaan. Dus jongens, drop allemaal even massaal die like. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit komt. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel we er uiteindelijk kunnen krijgen. Drop allemaal ook even een reactie. Deel het. Doe alles wat je kan doen met deze video. En dan ga ik niet verder praten. Dan gaan we nu gewoon verder met de video. Yo! Nou, we zijn dus op KitPVP en weet je, we gaan gewoon even zoeken en ik ben bij jullie terug als ik er gevonden heb. Ik heb een beetje het idee dat die Remco aan het hacken is. Ik weet dat niet zeker. Ik moet nou even een goede spin zien. Volgens mij is die namelijk hele lichte één bot, of hoe noem je dat, aan het staan. Oh, wow, wat was dat? What the fuck doet hij? Huh? Wat is dat voor raar iets dan? Ik ben al achter wat het was met iRemco. Zijn ping was extreem hoog, waardoor hij extreme lag spikes had af en toe. Dus dat is de reden waarom. 3 weeks later. Nou jongens, plannen veranderen, want ik kan geen hackers vinden. Ik ben nou oprecht al 20 minuten aan het opnemen en ik kan geen hacker vinden. Dus blijkbaar hebben mensen het afgeleerd om op KitPVP te hacken. Maar natuurlijk is deze video nog niet afgelopen, dus we gaan lekker trollen op survival. Maar dat zijn dan geen hackers, maar ik zorg ervoor dat ze niks kwijtraken. Maar laten we ze gewoon lekker gaan trollen. Oké, voordat we kunnen gaan trollen moet ik eerst even al mijn spullen terugleggen. In waar ik bezig ben, want anders is het gewoon zonde. Dan ben ik al mijn spullen straks misschien wel kwijt als ik iets raars doe of zo. Dus ik leg ze even hierin. Oké, er zijn een aantal mensen online. Laten we gewoon naar iemand random te payen. We gaan gewoon naar Gaming with Niels. Oeh, die zijn met 2 mensen. Kijk, dat moeten we hebben. Oké, we gaan gewoon de Iron Troll proberen. Dus wat doen we? We pakken Iron en die gaan we gewoon hier in de grond leggen. En als we die dan gaan minen, dan vallen ze heel diep naar beneden. En ik weet niet hoe diep ze zitten nou. Oh, ze zitten al bedrock. Kan ik net zo goed diamond doen. Ik ga dia doen. Dat gaan we doen. Dia. Let's go. Oké, ik ben benieuwd of ze erin gaan trappen. Maar ze moeten natuurlijk eerst hierin heen gaan lopen. Ze vallen alleen niet zo diep. Oké, ik ben benieuwd of ze erin gaan trappen. Ja. Nee, loop verder. Hier liggen nog een dia. Kom op. Kom hier. Hier. Kom hier. Ja, kom. Kom, mine it. Kom op, mine it. Maar doe het. Mine it. Kom op, jongens. Nee. Kut. Ze hebben het niet door. Hebben ze het door? Of hebben ze dat door? Ik weet het niet. Hebben ze het door? Nee, ze nog niet. Ze hebben nog niks door. Ze gaan er omheen minen, maar ik hoop niet eronder. Val in. Nee, kut. Ze zijn erachter. Nee. Ze zijn erachter. Nee. Oh. Wel slim. Ze kijken dus net te veel gevraagd. Anders hadden ze dat nooit gedaan. Oh. Dat was zo close. Oké, wat kunnen we hier nog meer doen? Weet je wat we gaan doen? We gaan een invasie van... We gaan een kippenleger maken. Dit hele huis volgooien met kippen. En dat gaan we op een hele leuke manier doen. Ik heb echt een superleuk idee, oké? En zo. Oké, hierboven ga ik... gat maken en hier ga ik allemaal kippen stoppen. Dit wordt fucking mooi. Oké, gaan we. Let's go. Dit is genoeg. Oké, kippetjes, let's go. Ah, daar gaan ze. Allemaal kippen. De kippen leeg hier. Van die kleine kuik. Oh, er komen nog meer. Kijk dan. Holy shit. Allemaal kippen. Staan hier nog kippen? Nee, volgens mij zijn dat ze. Oh, nu hebben ze allemaal gratis eten. Oké, ik heb deze genoeg getrold. We gaan naar de volgende, jongens. Ho!
Wacht eens even, over hackers gesproken. Oké, ik tp random naar iemand en hij is knijtershard aan het hacken. Jullie zagen het ook, toch? Want je kan helemaal niet vliegen hier. Dat kan niet. Kijk, daar gaat hij weer. Hij vliegt. Oh, dat is zo dom. Waarom doe je dit? Waarom? Deze gast. Ah, deze gast gaan we echt helemaal kapot maken. Weet je wat ik ga doen? Ik ga een hok maken waar wat vol zit met monsters. En dan moet hij daar maar in zien te... Dan moet hij daar maar in overleven. Dus laten we dat doen. Zo. Hier gaan we hem straks interpeeën. En dan gaat hij weer battelen tegen deze monsters. En ik ga gewoon toekijken. Ik ga namelijk /uit/v. Dus dat betekent dat hij mij ook kan zien. En dan gaan we hem gewoon fucking hard trollen. Oké, let's go. We gaan even een paar monsters hier gooien. Oké, dit moet genoeg zijn, denk ik. Oké, ik ga hem hier in tp en dan zien we wat er gaat gebeuren. Doei! Dan gaat hij, hij is bijna dood! Hij is dood! Nog een keer, kan ik hem tp'en? Ja, dan gaat hij weer! Ja, ga maar vechten. Oh, what the fuck? Killde hij ze nou echt? Ik weet het niet. Nog een keer. Al die zombies zitten in één. Nog een keer. Go! Oh shit. Ik ga weer naar hem tp'en. Ik ga nu naar hem tp'en en gewoon zonder vanish. Dus kijken hoe hij op reageert. Hey. Hey hacker. Hallo meneer de hacker. Hi. Ja, doe maar zo. Doe maar. Ik ga even vragen aan hem of je even wil vliegen. Vlieg eens. Hij doet het echt. What the fuck? Oké, ik ga hier even een hackershutje bouwen. Dat ga ik doen. Oh shit, jongens. Dit is echt de domste hacker die er... Hebben jullie ooit zo'n domme hacker gezien als deze? Ik echt nog nooit. Ik heb oprecht nog nooit zo'n domme hacker gezien. Oké, ik ga hem hier in tp'en. En hoppa, ga je maar even instaan. Noob hacker. Zo, die is opgesloten. Ik ga het even in de chat zeggen. Jongens. Hey, ga eens even terug. Kom, span. Hij zegt dat hij geen heks heeft. Sure. Hij zegt dus vanochtend kon hij opeens vliegen. Yes, sure. Oké, ik ga mensen even wat eieren geven. En dan kunnen ze op hem gooien. Gooi maar. Ga lekker eieren gooien op hem. Lekker bezig, jongens. Er wordt allemaal dirt naar hem gegooid. What the fuck. Weet je wat, ik ga hem nog één keer vragen om hem hier uit te vliegen. En als hij dat doet, dan ben ik hem. Ik ben hem sowieso hoor, maar dan ben ik hem meteen. Dus, oké, ik ga vragen of hij hier uit wil vliegen. Want hij, normaal mensen kan hij niet uit. Oké, Felix. Vlieg er eens uit. De vlieg eruit dan. Doe dan. Ja, daar gaat hij. Iedereen is in de chat. Ik ben klaar. Ik ga nog door. Jongens, ik zie jullie wel een andere keer of zo. Jongens. Er is geen enkele mogelijkheid dat jij kan vliegen op fucking survival, behalve als je een staflid bent of zo. Oh. Oké, we gaan hem bannen. Ik ben er klaar mee. Iedereen zegt even doeg Fileax of zo. Iedereen zegt even doeg. Gaat hij weer? Dat is die. Hij is gekikt voor vliegen. Oké, we gaan hem bannen. En tot over 2 maanden. Tot over 60 dagen, Fileax. Oh shit, ik heb nog nooit iemand... Dit was oprecht de allerdomste hacker die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen. Jongens, vonden jullie deze video nou hartstikke tof? Drop dan alsjeblieft even die like button. Jullie weten, misschien werkt die niet, dus test het eventjes. Schijnbaar is er ook een bug met de abonneerknop. Druk ze ook eventjes op abonneren. En typ even een leuke reactie wat ik bij de volgende video moet doen. Jongens, ik zou zeggen,
tot de volgende keer. Peace!